Nederlands kampioen, wat ga je er dit jaar van maken? Nou, we hopen het beste ervan natuurlijk. We hebben net de kaart geoefend. Ik heb dezelfde concurrent weer net achter me zitten. Meneer Sierhuis en Wilma Groenendijk. Allebei een keer Nederlands kampioen. Nee, Wilma niet. Deze was vorig jaar kampioen. Daar hoop ik dit jaar weer van te kunnen winnen. Dus we zijn alweer aan het sparren. En het blijft spannend, denk ik. En ik hoop op een sportief toernooi natuurlijk. Dat, met mooi weer ook. Dat we veel deelname hebben, net als vorig jaar. Nou, de derde keer denk ik op Monnikendam. En nou, hopen we het beste van te maken. Veel succes. Dankjewel. Johan, ja. Vorig jaar nog in de standaard. Ja. Nu radiaal. Ja. Hoe gaat het? Ja, ik vind het eigenlijk een verademing, steeds. Want je weet het, ik heb altijd aan mijn teennagels in de standaard gehangen. Nou, ik word hier niet echt moe in. Hoe gek het ook klinkt. Maar ik denk dat het voor een hele hoop mensen een bevrijding zal zijn om zoiets te doen. Nou, dat weet ik echt. Het is, ja, het is een stuk makkelijker. Je hebt alles onder controle en dat wil niet zeggen dat ik nooit meer in de standaard ga. Maar eigenlijk is dit voor ons, voor oude mannen, wel een ideale boot. Dus het mag voor jou op de Rabobank Open Nederlandse Kampioenschappen Laser Master heel hard waaien. Dan mag het. Nou, dat hoeft niet per se, want ook met licht weer heb ik gemerkt dat het heel fijn varen is. En kun je ook vooral voor de wind een ontzettende snelheid ontwikkelen die niet heel veel onderdoet met een standaard. Nou, we wensen je heel veel succes op het kampioenschap. Dank en je wel. Dat het maar heel mooi weer mag zijn. Henk Wittenberg, vorig jaar Europees kampioen in de Laser Radiaal. Ja, wat ga je er dit jaar van maken? Dat was dus bij de Grandmaster groep. Dat is dus wel een klein groepje. Maar ik ben er toch wel heel trots op. Ja, en dit jaar, dat weet je nooit, hè. De tegenstander is misschien wat sterker geworden. Het weer is weer anders. We zullen het zien. We doen ons best. Meer kunnen we niet doen. Heb je altijd weinig wind nodig of ga je met harde wind ook goed? Nee, weinig wind is toch wel mijn voorkeur. Daar ben ik ook niet zo moe van. En is dat ook de reden dat je radiaal vaart? Nee, ik ben niet zo groot en ik ben niet zo zwaar. En dat is de reden dat ik radiaal vaart. Hartstikke goed. Nou, heel veel succes in 2009. Dankjewel. En dat je een mooi kampioenschap mag varen in Monnikendam. Ja.